Wiki vs OneNote, daar gaat deze video over. Maar voordat we beginnen, duimpje omhoog en abonneer je vooral op ons YouTube kanaal. Ja, het verschil tussen Wiki en OneNote, daar gaan we het nu over hebben. Want in Microsoft Teams heb je de mogelijkheid tussen Wiki en OneNote als stap toegevoegd in een team. En normaal gesproken, als je Microsoft Teams aanzet of als je een team creëert, krijg je automatisch Wiki. Maar dat kun je vervangen door OneNote. Beide zijn manieren waar je allerlei documentatie in kan zetten. Vele mogelijkheden, maar waarom zou je nou Wiki vervangen door OneNote? Want dat is wel wat wij vaak zeggen. En waarom zou je gewoon Wiki laten staan? Ja, de Wiki, als je dus je team hebt, je kanaal, dan heb je altijd de tab Wiki. Nou, 9 van de 10 keer halen we die inderdaad weg. En waarom halen we die weg? Omdat die niet doorzoekbaar is. Dus het is... En een wiki eigenlijk specifiek alleen over dat kanaal. Dus hij is niet breder te trekken. En ja, hij is dus niet doorzoekbaar. Het staat weliswaar in SharePoint content, alleen hij is niet doorzoekbaar. En dat vind ik echt een heel groot nadeel, want dat is juist de kracht die je eigenlijk zoekt in een wiki. Van ja, oké, ik wil wel even snel zoeken. Ja, want wat is er vaak de reden waarom je wiki gebruikt? Of OneNote als je hem vervangt, maar wat... Waarvoor dient die functie in Teams? Eigenlijk om aantekeningen te maken voor je team. Dus bijvoorbeeld een instructiefilmpje als deze. Die zou je in een wiki kunnen plaatsen. Heel makkelijk. Maar dan is je alleen in die wiki ook te gebruiken. Doe je dat in OneNote, dan zou je dus een tabje bij kunnen voegen. Via het plusje in de bovenkant van het kanaal. En dan kun je OneNote selecteren en dan kun je een OneNote toevoegen. Maar dat kan ook al een bestaande OneNote zijn. En wat we weten is van de OneNote, die kun je doorzoeken. Die kun je eigenlijk door heel Office doorzoeken. En ja, als je eenmaal met OneNote werkt, dan word je daar volgens mij heel blij van. Wat dat kun jij denk beamen. Ja, nou, ik vind OneNote ook een stuk fijner dan Wiki. En als je nu dus besluit om Wiki te vervangen door OneNote, omdat je dat fijner vindt, wat is dan de beste manier om te doen? Moet je dan elk team aanpassen? Ja, op dit moment wel nog. Er zijn natuurlijk de templates aangekondigd. Of je kunt een automation maken, dus dat je het gaat vervangen door een bot of een provisioning engine. Ja, of als je nog niet bent begonnen met Microsoft Teams en je zit nog in het plan om het te gaan uitrollen, dan kun je het gelijk meenemen. Ja, absoluut. Dus dan is het een stap in je uitrolplan. Maar dat betekent nog steeds dat als je het manueel doet, dus zelf die wiki weghaalt, dat je het per kanaal moet doen. Stel dat een gebruiker een nieuw kanaal aanmaakt. Per kanaal, dus niet per team? Niet per team. Dus je moet het per kanaal eruit halen. En dat is het voordeel als je provisioning engines gebruikt. Ja. Daarnaast, OneNote is ook niet altijd de beste. Wel vaak, maar het nadeel van een OneNote is bijvoorbeeld weer dat je een extra applicatie nodig hebt op je mobiel. Dus bij de wiki ga je naar je Teams app op je mobiel, ja. Heb je direct de wiki ter beschikking. Klik je daar op OneNote, dan zegt hij ja, download eerst even de OneNote. Ja, dus als je dan naar je kladblok zou moeten of naar je aantekeningen, dan ga je niet via Microsoft Teams, maar ga je via OneNote naar dat desbetreffende OneNote van dat kanaal. Ja, inderdaad. Dus daar zit eigenlijk het grootste verschil in. Ja, voor mij op dit moment zeg ik nog steeds OneNote. Heeft de voorkeur. En kun je dan je wiki ook weghalen? Je wiki kun je weghalen. Je kunt op de wiki klikken en dan komt er een drop-down. En dan kun je selecteren, verwijderen of remove in het Engels. Dus ja. Nou, wij zijn natuurlijk heel benieuwd. Gebruik jij wiki in Microsoft Teams of heb jij het al vervangen door OneNote? Of heb je ze allebei nog erbij staan? Laat het ons weten. Heb jij nog dingen? Nee, ik denk dat het heel belangrijk is als je die OneNote gaat gebruiken. Dat je kijkt van, gaan we één OneNote gebruiken of gaan we per kanaal dus ook weer een OneNote aanmaken. En die keuze, ja, die is een beetje aan jou. Als advies wil ik meegeven, maak één OneNote voor per team en koppel die. Ja. Oké, nou, vond je deze video tof? Duimpje omhoog en abonneer je vooral op ons YouTube kanaal.